NEC hoopt vrijdag de ongeslagen reeks in het nieuwe kalenderjaar voort te zetten tegen Jong Ajax. Dat gaat een lastig karwei worden, aangezien de Amsterdamse Belofte al 9 wedstrijden op rij ongeslagen zijn en sinds maandag aan kop staan in de keukenkampioendivisie. De vorige wedstrijd op de toekomst werd een baar spektakelstuk. Het eindigde in blessuretijd in 3-3 door een goal van Kvida. Vorige week werd NEC bestolen van een overwinning in Maastricht. François Gesthuizen hoopt dat ze de knop weer omzetten na het gelijkspel van vorige week tegen MVV. Je moet wel. Je moet uiteindelijk wel door. En je kunt blijven hangen in teleurstelling, je kunt blijven hangen in frustratie door het afkeuren of niet goedkeuren van die ene goal. Nou, uiteindelijk moet je altijd weer terug naar de dingen waar je grip op hebt en waar je weer mee aan de slag moet. Ja, dus uiteindelijk moet je knop weer om en moet je kijken wat ging er goed, wat ging er minder goed. Dan moet je weer door. Ja, we hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat we met die oefenwedstrijd de jongens die wat minder gespeeld hebben ook een goede wedstrijd kunnen geven en 90 minuten kunnen geven. Nou is met 90 minuten wel gelukt. Alleen met alle respect, de tegenstand was dusdanig dat het eigenlijk een te makkelijke wedstrijd was. Dus daarin hebben we niet zoveel kunnen halen. Natuurlijk heeft iedereen daarin zijn ding gedaan, goede dingen gedaan, ook minder goede dingen. Maar ja, overal was daar de kwaliteit van de tegenstander wat te mager. Tom Overtoom deed niet mee? Nog niet wedstrijd fit? Ja, die was van de week, die wedstrijd was nog wat te vroeg. Spierblessure, dan wil je ook geen risico nemen. En overleg met de medische staf besloten om die wedstrijd nog niet aan te pakken. En eens een goede volle trainingsweek te hebben. Alvorens te kijken van wat doen we daar verder mee. Verder geen nieuwe aanwezigen, denk ik? Nee, de enige is Alblas nog steeds. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Dus dat is wel positief. Dan naar Jong Ajax. Die hebben een aantal spelers die gisteren nog meededen in de beker. Heb je enigszins een idee wie er gaan starten morgen? Nee, dat blijft altijd een terugkerend geheel bij Ajax. Wat je zegt, hebben gisteren wat jongens meegedaan bij het eerste. Eiting, Traoré, Dest. Dus dat soort jongens zullen waarschijnlijk niet meedoen, verwacht ik. Ja, Ekkelenkamp, doet hij mee, doet hij niet mee. Dat blijft altijd lastig, maar goed, ze hebben allemaal goede spelers. Of scheelt het wel een slok op een borrel als jongens van 1 natuurlijk niet meedoet. Dus dat is iedere week wel even afwachten. Ja, maar ze staan niet voor niks eerste. Hoe wil jij ze gaan bestrijden? Ja, goed. Ajax wil graag dominant spelen en wil graag aan de bal zijn. Daar hebben ze ook de kwaliteiten voor. En wij willen proberen thuis ook dominanter te zijn aan de bal en de wedstrijd te controleren. Alleen dat zal tegen Ajax waarschijnlijk niet altijd gaan. Dus dan moet je zorgen dat je wel bepaalt wat je doet, maar dan zonder bal. Dus het kan ook een keer dat we wat achterover leunen. Soms moet je dat. Dan zijn we wel gevaarlijk met onze snelheid voorop. En dat heeft de wedstrijd in Amsterdam wel bewezen. Vrijdagavond om 8 uur in de eigen Goffert. NEC Jong Ajax.